I'm Marladino Maxi, Umtudasi, Elehai Eftach Boy. Kihuyatil, Kami Pach Yakush, Midever Havois, Beverasi Yasech Loch. Hasin Kadish, Brev Tuchanahel, Adesecha. Yachid Gaelam, Kufne Zoche, Grishesecha. Shavazin Gabel, Ushmatzak, Utenu, Yelet, Alumai. Nederland telt zo'n 200 Joodse begraafplaatsen, verspreid over het hele land. Op slechts een paar van die begraafplaatsen worden tegenwoordig nog mensen begraven. De meeste zijn na de Tweede Wereldoorlog niet meer in gebruik. Op de Amsterdamse begraafplaats Zeeburg liggen zo'n 200.000 Joden begraven. Het was de laatste rustplaats voor de straatarme Joodse massa van Amsterdam. Velen werden er naamloos begraven en de meeste stenen zijn in de drassige bodem verdwenen. Het is een van de oudste en grootste Joodse begraafplaatsen van Nederland. Vanaf het begin van de 20e eeuw wordt deze begraafplaats niet meer gebruikt. De Joodse wetten zijn zeer streng als het gaat om het aanbrengen van veranderingen op een begraafplaats. Vooral de bepaling dat er niet gekapt mag worden zorgt ervoor dat planten en struiken de graven overwoekeren. De begraafplaats is traditioneel heel belangrijk in het Joodse gemeenschapsleven. In afwachting van de komst van de Messias moet het een waardige rustplaats zijn. De plek die in het Hebreeuws Bet Hagaim, woning der levenden, heet. Een naam die het geloof in een leven na de dood weerspiegelt. Joodse begraafplaatsen hebben over het algemeen een sober karakter. Maar niet overal. Plaatselijke invloeden, zoals hier in het katholieke zuiden, zorgen soms voor een volledig andere sfeer. Naast de in het zuiden meer gebruikelijke, enigszins theatrale grafstenen, vallen de vele portretten van de overledenen op. Een gewoonte die in Nederland ongebruikelijk is. Op bijna iedere Joodse begraafplaats herinnert een monument aan de slachtoffers van de Jodenvervolging. Aan de vooravond van de oorlog woonden hier in Winschoten nog 500 Joden. In de oorlog wisten slechts 9 van hen onder te duiken. 4 slaagden erin naar Zwitserland te vluchten. Winschoten was het centrum van de veenkoloniën en trok vanaf het begin van de 18e eeuw rondreizende Joodse handelaren aan. Zij voorzagen de arme turfstekersbevolking van goederen. Aan het eind van de 19e eeuw telde Winschoten 800 Joden, zo'n 10% van de bevolking. Met hun specifieke beroepen vormden zij een opvallend element in de stad. Een groot deel was actief als veehandelaar en de weekmarkt was zelfs overwegend Joods. Maar weinig plaatsen in Nederland hebben zo'n groot Joods aandeel in hun bevolking gehad. Door zijn ligging aan een zijarm van de Schelde was Middelburg al vanaf de 16e eeuw een bloeiend handelscentrum. Portugese Joden die hier aan het begin van de 16e eeuw vanuit het nabijgelegen Antwerpen neerstreken om handel te drijven, waren tijdens de Spaanse bezetting niet bepaald welkom. In 1541 werden Marco en Luis Fernandez in het openbaar op de brandstapel gezet, nadat ze beschuldigd waren van zogenoemde Joodse activiteiten. In de 17e eeuw werd het klimaat beter en werden meer Portugese Joden, de zogenaamde Sephardim, toegelaten. Ze moesten volgens de christelijke kerkenraad echter wel nauwkeurig in de gaten worden gehouden en de omgang met christenen werd streng beperkt. Een begraafplaats werd hen toegestaan, maar een synagoge bouwen was taboe. Uiteindelijk trokken deze Sefardische Joden aan het eind van de 17e eeuw van Middelburg naar Amsterdam. De liggende graven, typisch voor de Sefardische Joden, zijn de enige herinneringen aan hun aanwezigheid in Middelburg.
geen kathedralen of kastelen. Geen heilige plaatsen, maar eenvoudige dodenakkers. Herinneringen aan Joodse aanwezigheid. Kooplui uit Elburg. Lompenhandelaren uit Twente. Veeboeren uit Winschoten. Het proletariaat uit Amsterdam. Graven die vertellen over ooit bloeiende Joodse gemeentes. Het verhaal achter de stenen. De begraafplaats van Wassenaar is nog steeds in gebruik. En begrafenissen vinden er plaats volgens eeuwenoude rituelen. Sober en plechtig bewijst de Joodse gemeenschap de laatste eer aan de overledene die op dit Beit HaChaim, deze woning der levenden, op de komst van de Messias zal blijven wachten.